Trekt zoeken inside naar Nathan Kuta. Kan hij zijn body gebruiken tegenover Nick McGlynn. Trekt de fout, trekt de L1. Sterke move van Nathan Kuta. Enkel Juan Jackson die staat er nog op. Van Allen heeft even niemand. Floaterke. Oh, die botst er juist in. Chanske. Gaat nu gewoon aanleggen. Hand in the face van Nunez wel. En Prutsel met de rebound. Een snelle rebound. Gaat in Kuta aanvallen. Ja, goede spin move. En werkt daar heel sterk af. En dat is time-out voor coach Rotsaar. Lisboa gaat direct aanleggen. Oeh, goede play hoor van Rafael Lisboa. Even aan het slapen, Joshua Hiet. Inside zoeken naar Kuta tegenover Stilman. En terug uit naar Prippelic. Driepunter. Ja, die gaat goed. Die gaat heel goed. Driepunter Prippelic. De score wordt dus wat traag. De Van Ellen vindt daar Vilkensen. Die gaat weer doortrekken. Stop Vilkensen. Goeie assist ook van De Van Ellen. Hier heb je McGlynn. De Van Ellen. Ah, het is niet starting 5. Vilkensen is blijven zitten. Pritzel kan niet zijn vorm van de eerste helft verder. Ja, die doet dat direct met een driepunter. Want daar is gewoon kunnen stoppen en shotten. En Joji Tserke en one. Goeie versnelling en dan met de linkerhandje tegen het bord. Goeie beslissing van de scheidsrechter. Kuta opnieuw inside, opnieuw tegen McGlynn. En opnieuw sterk. En deze keer wel de N1. Daar willen jullie de bal hebben. Bouchoumi wou onder het screen gaan en wordt afgestraft. Dat is niet de defense die moet spelen op Juan Jackson. Maar hier wel N1 layup. Goed gedaan, goed gelopen van Bouchoumi. Maakt zo die. En Nathan Kuta, die is iedereen al wel aan het moeilijk aan het maken inside. En nu ook, die trekt hem er simpel weg door. Nick McGlynn gaat er heel voor die steal op de dribbel maken. Zacht er nog afgestopt. En dan de fast break. Oeh! George Heath zou die bal daar over het hoofd van Lisboa geven, want die had dat door. En dan Juan Jackson, de driepunter. Die gaat. Ho, 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 ho. Nunez die gaat zelf nog door. Vindt daar Fulkerson. Die mag zijn Fulkerson-shotje gaan bovenhalen. Dat doet hij ook. Dat gaat erin. Dat is too easy voor John Fulkerson. Dus elk punt telt nu ook wel echt dubbel. Of je nu met 2 punten verliest, of je verliest met 0 punten. Of je speelt gelijk, of je wint zelfs. Maakt toch een verschil. Hier is de gelijke stand. 80-80. Van Ellen valt daar net niet. Amai. Nou, maar Liber is al heel de wedstrijd lang echt goed aan het verdedigen. Van Ellen krijgt deze keer die bal er wel nog in. Van Jackson on top. Nee. Hij gaat naar de hoek. Dit Kuta en dan Jackson catch and shoot 3. Die gaat goed. Die gaat goed en je gaat er mooi in ook. Van Jackson knalt hij lekker binnen. Oei, er wordt iets gevoerd.